Zo'n staat op het dak van het politiebureau. Hoe die daar is gekomen is ons nog onbekend. Hey, goeiedag, blijf even staan hier, kom even. Dus met spoed onderweg naar terroristen die op het strand iets van een aanslag zijn aan het plegen. Spoed eenheid is, kan op, ik kan niet bewegen, kan niet bewegen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTG5L, Speedy hier voor Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim, maar waar is Wim? Die is er niet. Of die is er wel. Shit, wat is die auto in? Links hè? Maar we gaan vandaag een first person. En we gaan nu meteen achter een gestolen voertuig gaan. Want die kwam voorbij, gereced. En daarachter, in de verte... gaat hij nog? Ik heb geen idee welke deuren nog open staan en welke niet. Wat ik wel weet is dat ik een aanrijding heb. Maar tot dit verdomde moeilijk is. Links is vrij. Stop voor staat aan. Die auto is zeer snel. Ik heb hem wel nog steeds in zicht. Of eigenlijk niet, maar ik weet stiekem een beetje waar die naartoe gaat door het witte bolletje. Ook al had ik ooit eens gezegd dat ik die niemand zou volgen. Hoe kan jij nou door rood rijden? Want ik heb groen. Zeer hoge snelheden, ik kan nog geen assistentie erbij roepen omdat ik nog niet officieel in achtervolging zit. Shit, 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 nu zit ik hier een beetje vast. Yo, paaltje kan wel omver. Aan de kant. Dit is heel moeilijk, kan ik jullie vertellen. Maar ik doe mijn best. Ik zit ook nog achter een of andere Audi RS aan. Ik kan nog geen stopteken geven. Tegen het verkeer in, dat gaan wij niet doen. Nu wel. Ik knal tegen een auto aan. Het is ook verdomde druk hier gewoon. We zitten wel nog steeds erachter. Zo. Uitstappen jij. Kom hier. Luister eens. Waar ben je? 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 Jij bent aangehouden. Je gaat even stoppen. Stoppen. Kom op. Luister, jij bent aangehouden. Artikel 5, gevaarlijk rijgedrag en mogelijk diefstal van een voertuig. Je bent niet onder verplicht, je bereikt een advocaat. Heb je dingen bij je niet bij mag hebben, ik ga je fouilleren. Ik wil graag jouw identiteitskaart even zien. Waar kan ik die vinden? In je broekzak, helemaal mooi. Ik ga even fouilleren. Oké, Marcus. Die kwam ons voorbij bij het politiebureau. Hoge snelheid, daarna zijn we je gaan volgen. En zijn we niet meer uit het oog verloren. Een soort van. Ja. Voertuig staat als gestolen op. Alleen hij staat ook niet geregistreerd. Dus die gaat sowieso met ons mee, maar dat was al duidelijk. Wat ik wel nog even ga doen is even snel uit first person om even een screenshotje te maken. Want die moet ook gebeuren en dat kan niet in first person. En we gaan wel first person. Ja, het is moeilijk first person. Maar dat wilde ik dus zeggen, deze aflevering volledig in first person.
Met Wim dus wel. Maar ja, jullie kijken vanuit de ogen van Wim. Transport duurde inderdaad wel lang, dus we hadden even de achter ingedrukt. Ja, en dat, waarvoor heb ik de Touran gekozen? Want die denk ik wel een mooie mooiste interieur heeft samen met de Audi A6. Maar ja, die hadden jullie later gezien. Dus ik dacht, laat ik nu dan weer eens de Touran pakken. Verdachte gaat mee en wij gaan door. Blauw en zo staat uit. En we hadden eigenlijk nog geen tijd voor voertuigcontrole, maar zo te horen deed alles het belangrijke. En ja, sommige mensen willen inderdaad een iemand wil suicide plegen. En daar moeten wij prio 2 naartoe. Prio 2 lijkt me wat laag ingeschat voor iemand die op dit moment denkt van laat ik eens gaan springen. Of iets anders aan mezelf doen. Lijkt mij een prio 1. Maar ik geloof niet dat je als agent die inschatting zelf mag maken. Dat betekent wel dat ik je even doorrij. Want enige wie groen heeft zijn de voetgangers. Dus daar kunnen we wel omheen. En we gaan even meerijden met verkeer dan. Ik zie de persoon staan. De persoon staat op het dak van het politiebureau. Hoe die daar is gekomen is ons nog onbekend. Ik ga even dit doen, zodat ik beter kan zien waar ik doorheen rijd. En ook hier weer even een screenshotje maken, want het ziet er wel fel uit. Wie moet ik spreken? Ja, dit is opgeslagen, dan kan ik nu weer first person. Goedendag. Hoi. Greetings. Ja, het werd tijd dat je hier was. Oké, ook bedankt, ook hoi. Vertel. Je moet een weg gaan vinden om naar boven te gaan. Je moet hem even vertellen dat hij niet geen zelfmoord kan plegen. Oké, dat moet ik eens doen. Veel succes. Oké, dankjewel. Sowieso is daar een ladder. Ah, wacht hier. Ik ben hier altijd heel slecht in, dat jullie alvast weten. Ik ga hem waarschijnlijk laten springen, omdat ik een verkeerde uitspraak heb gemaakt. Eigenlijk hier moet je al beginnen. Meneer, ik ben Wim, politie, ik kom naar boven. En als hij dan niks zegt, kun je of naar boven gaan, of wachten op een antwoord. Nu zegt hij niks. Ja, we eens rustig naar hem toe. Hoi, ik ben Wim. Ik kan met je praten. Hoi. Wat zou ik doen? Zou ik zeggen, je moet even naar beneden komen en met me praten. Of je hoeft het niet te doen. Ik doe 1. Je moet even hier komen en even met me praten, jongen. Hij zegt, nee, ik wil hier blijven. Oké, dan is dat goed. Blijf maar daar, maar geen rare dingen doen. Een belofte moet je sowieso niet maken. 2, als je 2 zegt, zegt hij dadelijk dat zijn vrouw dood is, dat hij daarom hier staat. Ik zeg maar weer 1. Je gaat je vast beter voelen ooit. Klinkt niet echt. Ik kan geen weg uitzien. Ik wil je helpen, zeg maar wat ik kan doen om je te helpen. Ook een gevaarlijke uitspraak, want dadelijk zegt hij niks en dan springt hij. Ik ga hem toch pakken. Oh, dat is een shot. There's nothing you can do. Oké, hij gaat springen. Ja, als jullie een andere oplossing hadden gepakt, hoor ik hem graag. Maar er waren wat dingen van, kijk, je weet nooit wat het probleem is. Dat had ik willen vragen. Wat is het probleem? Waarom sta je hier? Maar dat kon niet. Je kon alleen maar vragen. Je kon sowieso 3 antwoorden. Eentje was sowieso slecht van je bent een gek joh, ga weg daar. Dat helpt sowieso niet. Ook eentje van ik beloof je hoe je gaat voelen. Dat verandert, kan ik niet beloven. Maar er was ook weer iets van je doe het niet, je vrouw wacht op je. En ik weet gewoon dat stel dat je dat zegt en zijn vrouw vervolgens is dood. Dan zegt hij. Mijn vrouw is dood, denk je dat je grappig bent? En dan springt hij ook meteen. Dus wat moet ik nou?
Dus ja, als jullie toch een andere optie hebben gepakt, of als jullie stiekem weten van, als je dit, dat en dat zegt, dan red je hem altijd. Laat het maar weten in de comments. Ik heb het in ieder geval met mijn gezond verstand, blijkbaar heb ik dat niet, want hij is dood, geprobeerd. De ambu blijft ook lekker staan, die gaat niet eens kijken bij hem. Je hebt alles gedaan wat je kon, zegt de collega. Ja, dat klopt. Oh. Dat was heel hard voor mij. Ja, oh, Vito, je rijdt vol over. Oh. Chalas. Zo, weg hier. Waarom staan we hier stil? Zomaar, oké. Okay. Is gewoon druk. Dat kan, dat kan. Heb ik blauw nog aan? Ja, daarom staan ze stil. Ik had blauw nog aan. Ik zag in mijn spiegel, als je goed kijkt in je spiegel, zie je wat blauwe puntjes. Wat vloog daar nou voorbij? Oh, dat is die Audi. Ik dacht al. Oh, Audi, wat doe je? Mooie S5 voor ons. Gewoon een kentekencontrole, puur omdat kan. Misschien komt er iets uit, wie weet. Suspect's license plate 4-2 Robert Edward Tom 160 no 10. Komt niks uit, dan laten we hem lekker. Melding van dakloze mensen die wat overlast veroorzaken mogelijk. En even kijken, prio 3. Prio 3 is dat je binnen 24 uur moet hebben opgelost, dus prio 2 is het. Staat daar achter op straat. Dat is natuurlijk ook niet zo handig. Zo. Hey, goeiedag. Blijf even staan, joh. Kom even. Wat gaan we nou allemaal doen, joh? Kom even hier, joh. Ja, hij heeft niks gedaan, hè. Ik wilde hem wel controleren. Maar hij heeft nog niks gedaan, waarvan ik zeg, je rent nu voor me weg, dus ik moet hem aanhouden. Maar de reden tot hij wegrent... Hoi, hey. Oh. Dat is wel erg dichtbij. Kom even hier, joh. Blijf even staan. Zo. Waar ben je? Hier zo. LSPD! Don't make me shoot you! Nou, ik wil hem toch even spreken, dan maar de taser erop. Police! Stop whatever the hell you're doing! Okay. Ga even luisteren. Dan gaat hij nog liggen. Oké, okay. Helemaal goed. Waar ben je nou? Hier zo. Goed, luister eens even. Waarom ren je er vandoor? Waarom sta je allereerst op straat en waarom ren je er daar vandoor? Heb je voor mij een ID waar ik of iets in ieder geval waar ik die kan vinden? Oké, okay, dankjewel. Goed. Zeg James, wat mij betreft ga ik je wel loslaten. Ga gewoon. In ieder geval niet op straat staan, dat is niet handig. Hij heeft verder niks op zich. We zijn op het strand terroristen bezig. Ik heb alweer een vest aangetrokken, ook al zien jullie dat niet. Oh, daar staat een paal. We gaan hem met spoed naartoe. Alleen laat ik sirene uit.
is met spoed onderweg naar terroristen die op het strand iets van een aanslag zijn aan het plegen. Pas ik wel tussendoor. Mooie ruimte gemaakt. Hij ook, mooie ruimte gemaakt. Oh, een merrie. Ik heb zo de neiging om nu gewoon weer third person te pakken, puur om te zien waar ik rij en zo. Oh shit. Wordt op mij geschoten? Schommel op elkaar. Oh, ze schiet op mensen, Omstanders. Iedereen weg hier, Spoed 1, het is kan op, ik kan niet bewegen. Wat gebeurt er? Oh, ik lig onder zwaar vuur, Ik ben dood. Ik val ook nog. Ze schieten op omstanders. Ik moet echt dekking zoeken. Collega's zijn daar. Eentje uitgeschakeld. Collega's zijn rechts. In vuurgevecht met ze. Weer een. Zo, daar zijn we weer. Zoals jullie is opgevallen, echt bam, opeens stopte die ermee. Hoe kwam dat nou? Omdat mijn opnameprogramma was gestopt. Maar dat had ik niet door. Dat zag ik net pas. Ik was alles aan het editen. En toen zag ik pas dat die gestopt was. Kan gebeuren. Gaat niet nog een keer gebeuren hopelijk. Maar het is wel het einde van de video. Dus ik kan jullie vertellen dat er waren zes terroristen geloof ik. En ik denk dat we er iedereen gewoon hebben uitgeschakeld. Zijn wel wat burgers gewond geraakt. Daar had ik een ambulance voor laten komen. Maar allemaal buiten beeld. Bleek achteraf. Ik had in ieder geval overleefd. En mijn collega's hadden het voor zover ik had gezien overleefd. Dus dit was een first person video met de Turan. En als je kijkt. Wow, wat staat daar dan? Wat een mooi ding. Die komt over een aantal dagen online. Daar gaan jullie gewoon van genieten. Ik ga alvast, omdat ik dit gewoon wil laten showen. Kijk eens. Hij is van ministerie van Mods. En die heb ik mogen krijgen. Maar daar komt binnenkort een video over. Ik ga die wel nu meteen opnemen, dus dat weten jullie alvast. Maar die komt dus pas over een paar dagen. Er komt nog wat ambulance, wat roleplay, dat soort dingen. Allemaal tussendoor, meen ik. Als ik het nog niet heb gezegd, ik weet wel nog meer. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Laat een blauwe duimpje achter en tot de volgende. Doei!